zorgen voor klimaatneutrale steden en regio's. Dat is een van de thema's van klimaatambassadeur Berend de Vries, wethouder in de regio Tilburg. Met zijn nul op de meter woningen weet hij op een slimme manier bestaande eengezinswoningen op te knappen en zorgt hij ervoor dat er winst wordt behaald voor het klimaat en er tegelijkertijd banen worden gecreëerd. Een prachtig project dat heel makkelijk door andere gemeenten kan worden overgenomen. Hier in Tilburg hebben we een prachtig voorbeeld van duurzaam wonen gemaakt. Onze eerste zogenaamde nul op de meter woning. We gaan oudere huurwoningen zodanig opknappen dat ze net zoveel energie opleveren als een gemiddeld gezin verbruikt. Deze eensgezinswoningen worden voorzien van een nieuwe voor- en achtergevel die optimaal geïsoleerd zal zijn. Ook heeft de woning een geïsoleerd dak met zonnepanelen. Daarnaast worden er nieuwe installaties aangebracht die zonder gas zorgen voor verwarming, warm water en elektriciteit. Ook de financiering van de aanpak is nieuw. De bewoners betalen nu een iets hogere huur en krijgen een veel lagere energierekening. Met de extra huur wordt de vernieuwing van woningen gefinancierd. Ja, want ik hoef straks niet meer voor de stookkosten. Daar hoeven wij niet meer te betalen. Alleen voor energie. Nou ja, en dan, ja, het is maar net hoeveel je zelf, hoe zuiniger je bent. Ja, dan hou je nog over en dan verdient het eigenlijk nog terug op. Er is hier meer dan 30 jaar niks aan gedaan. Dus ja, wij hebben echt een naoorlogse woning. Daar hebben we één keer renovatie gehad. Ja, en je bent dom als je deze afslaat. De renovatie zal ook van de bewoners enig incasseringsvermogen vragen. Samen met de directeur van woningcorporatie Tiwos ben ik uiteindelijk zelf een nachtje in de nieuw gerenoveerde woning gaan slapen. Ik was eigenlijk wel benieuwd waarom de woningcorporatie zich hard heeft gemaakt voor dit plan. We zijn met het project begonnen omdat er jaarlijks heel veel energie en dus ook geld verdwijnt via de schoorsteen. Geld dat wij als coöperatie kunnen inzetten om deze woningen mogelijk te maken. De huurder krijgt inderdaad een mooiere, betere, veiligere woning in de basis dus voor hetzelfde bedrag als hij nu kwijt was. En hij krijgt ook de garantie dat in de toekomst zijn energierekening niet gaat stijgen. Nederland is met deze aanpak uniek. Als we het idee kunnen exporteren, levert dat meteen een heleboel extra banen op. Zo werkt dit project niet alleen mee aan de duurzame samenleving. Het bouwen en exporteren van deze woningen levert ook een hoop werk op. Concluderend, ga voor echte duurzaamheid. Ga voor de nul op de meter woning. Dat is goed voor de portemonnee en het klimaat.